Ze zullen hoogstwaarschijnlijk de snelste Zeeuwen zijn aankomende zondag. Erwin Harmers en Sebastian Schletterer uit Middelburg lopen dan de marathon van Rotterdam. Maar wie van de twee is de snelste? Voor deze gelegenheid trainen ze speciaal een keer samen. Hoewel, terwijl Sebastian Schletterer rustig zijn fiets parkeert, is Harmers alvast aan zijn eerste rondjes begonnen. 1-0. Hij, Sebastian Schletterer, is voor Erwin Harmers dé te kloppen man op de marathon van aankomende zondag in Rotterdam. Voor beiden moet het dé wedstrijd worden waarin hun persoonlijke record wordt verbroken. Ik ben maar met één ding bezig. En dat is mijn doelstelling. Een goede tijd lopen in Rotterdam. En dat is tijd rond de 22. En dat is het enige waar ik me op focus. Ja, mijn doel is onder de 2 uur 25. Dat wil ik heel graag lopen. Dus, dat is wel een kwartier sneller natuurlijk dan die 2:40. Ze trainen eigenlijk nooit samen, Erwin Harmers en Sebastian Schletterer. Ze wonen beide in Middelburg en worden zondag in Rotterdam aangemoedigd door bijna 1 miljoen toeschouwers langs de lijn. Dat spelletje beste Zeeuw, hè? Zometeen, in hoeverre leeft dat bij jou? Ja, ook wel heel hoog natuurlijk. Er staat toch wat op het spel. En daar droom ik wel van. Dus. Dus ik denk dat voor Erwin zaak is gewoon om in ieder geval eindelijk een... representatieve tijd te lopen voor hem. Oftewel, Schletterer speelt niet mee met het spelletje Beste Zeeuw aankomende zondag. Is Schletterer normaal gesproken niet ook gewoon de betere, Erwin? Is ook zo. Hij is natuurlijk wel degene die de beste marathons heeft gelopen. Zondag het antwoord als beide mannen elkaar weer zullen treffen, dan op de Coolsingel.